gaan het zo leuk vinden. Denk je? Voor de mensen die nog nooit in Brussel zijn geweest. Kijk hoe leuk! Ryan heeft me wel iets geleerd in onze relatie. Meet my girl squad! Yeah. Nou, gaan we beginnen. Goedemorgen iedereen, welkom bij de nieuwe weekvlog. Hey. Het is vandaag maandag 5 maart. Ik zeg de datum er even bij, omdat ik had gelezen in de comments dat jullie dat leuk vonden om te zien wanneer dit nou precies afspeelt. En we hebben zin in een nieuwe week. We hebben zin in een nieuwe week. We zijn eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, al best wel vroeg uit de veren en begonnen aan iets heel erg tofs. En 1 april, en dat is geen grap, dan... Zullen jullie weten waarvoor wij vandaag super, 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 uber druk bezig zijn? Maar ja. Jullie gaan het zo leuk vinden. Denk je? Ik vind het in ieder geval heel leuk. Fredje vindt het heel leuk. Dus wij denken dat jullie het ook, ja, toch wel heel erg leuk gaan vinden. Nieuwe week. Ik heb eigenlijk geen idee wat... deze week met zich mee zal brengen. Maar dat zullen we gewoon zien. Ik ga jullie weer meenemen en hoop ik dat jullie weer gaan genieten van deze week. Dus ik wens je heel veel plezier bij het kijken. Dat daar is de setting. Dan hebben jullie een beetje een idee wat daar aan de hand is. Dit hier, Frey, was een soort van J.Lo coupe. Ja, zo zie je hem goed. De J.Lo glow coupe, die hebben we vandaag gedaan. Hoog staartje. Voor de verandering. Dus een heel hoog staartje, half... op het hoofd, net als een palmboompje. Oh, leuk. En ja, let's do this, Frey. Yes. Ja, ligt dus gewoon echt de hele dag op bed. Kijk, dit is ons mooie bed. Van grootbedden.nl, by the way. Voor de liefhebbers. Op maat gemaakt. Oh, liefje. Kijk, wat een knappie. Oh, sorry, ik wilde je niet wakker maken. Ga maar verder slapen. Het is inmiddels 5:30 nu. We zijn net klaar met shooten. Ja, zoals we net al zeiden. 1 april, dat is al heel snel wanneer jullie deze vlog zien. Dus dan zijn jullie natuurlijk helemaal op de hoogte weer. I got you, babe. I got you, babe. I always got your back. Yes. Cause you got mine. Wie is er blijer om jou te zien als je terugkomt van werk of school of wat dan ook? Wie heeft nooit een oordeel over je, wat je ook hebt gedaan? Wie? Een hond neemt je gewoon zoals je bent. Een hond is echt, die liefde is onvoorwaardelijk. Dat maak je eigenlijk gewoon met geen enkel mens mee. Zit je nou naar buiten te kijken? Wat zie je daar? Helemaal gefocust. Het is toch ook een dingetje, hè? Hey, Rox, ik ben hier. Hallo, I'm here. Kijk je niet naar me? Het is gewoon een mens. Het is gewoon bijna eng. Hi guys, het is inmiddels 8:30 s'avonds. En ik heb gezegd, ik ga nog een uurtje doorwerken en dan gaan we lekker verder met onze nieuwe serie. En ik ga jullie zo meteen wel even vertellen wat voor nieuwe serie we nu kijken. Het is echt, echt een aanrader. Dit is echt zo lief. Ze komt naast me liggen. Lekker naast mama zitten. En papi is aan het gamen. Hey, toetje. Oh, liefje. Oh, liefje. Hoorde je mijn stem? We kijken, de killing. Gelukkig. Ja, heel veel emotie. Gelukkig. Dat wel. Lekker schat. Zullen we eerlijk vertellen hoe laat het is? Nee. Oké. Tot morgen iedereen. Netflix is killing, mensen. Doei. Don't start Netflixing. Je doet een fuck up je career. Hoi allemaal, ik zit in Nathalie's richting Brussel. En de bodyshop heeft me uitgenodigd om deel uit te maken van een heerlijke verzorgde lunch. Testen op dieren binnen Europa al 5 jaar verboden is. Nou, we willen dit natuurlijk door
We zitten op de 7e etage, midden in het centrum van Brussel. Ik ga even in de zon staan. Oh, lekker. We zijn de eerste. Ik ben met Nikki, die werkt voor de bodyshop zelf. Dus we zijn samen gekomen in de Thalys. Heel gezellig. En er komen er allerlei influencers van, ik geloof, Engeland. Veel uit België, Frankrijk. Nou ja, en nog een aantal landen. Italië volgens mij ook. Dus dat is mega tof. Dan gaan we gewoon zo meteen lekker eten. En we gaan het vieren dat binnen Europa het gewoon al 5 jaar verboden is. Oh my god, ik ben hier zo blij mee. Make-up is natuurlijk gewoon niet bedoeld om te testen op dieren. Oké, uitzicht van Brussel. Voor de mensen die nog nooit in Brussel zijn geweest. Zijn we net door heel Brussel gereden. Ik kon het alleen niet filmen, want we zaten echt met z'n zessen opgepropt in zo'n tuk-tukje. Maar we gaan dus nu met deze borden die we hebben getekend. Die en die. We gaan een soort van een hele gave foto maken. En dan voelt het een beetje alsof we in staking zijn. Maar we gaan dus gewoon een foto maken om zoveel mogelijk mensen te laten weten dat testen op dieren, cosmetica testen op dieren, gewoon moet stoppen. Wereldwijd. En niet alleen in de EU. Dus dat is wel leuk. Dit is ons bord. En we gaan dus hier met z'n allen op de foto. Ik ben weer thuis. Met mijn eigen monster. Met mijn eigen beestje. Echt super leuk gehad. We hebben ons weer laten horen wat betreft de petitie. We hebben in totaal al... Ik zeg heel leuk we, maar dat komt omdat ik natuurlijk mee heb gedaan ook met de campagne vorig jaar. Maar we hebben nu in totaal, de bodyshop samen met Cruelty Free National, 4,7 miljoen handtekeningen verzameld. En we hebben er 8 in totaal nodig, 8 miljoen. Dus we moeten er nog 3,3 miljoen bij. Dus alle kleine beetjes helpen, dat er dus nooit meer cosmetica wordt getest op dieren. Ik zet de petitielink in de beschrijving. Daar kun je op klikken en dan kun je je handtekening achterlaten. Dus help ons. En ik ga nu met mijn hondje naar buiten. Dus dat gaan wij even doen. Snel met mijn hond naar buiten. Dan gaan we vanavond lekker sporten. En lekker koken nog. En ik ben gesloopt. Echt zo in zo'n Thalys zitten. Ben je gewoon moe. Dus jullie zien mij morgen weer. Goedemorgen allemaal. Tijd om de hond uit te laten. Yep. En leuk dat jullie kijken, nog steeds, naar deze weekvlog. Het is nu woensdag, toch? Ja. Lookje van vandaag. Ik draag een panter baretje. Groene trui. Jeans. Louis schoenen. En Louis tas. Dus dit is mijn full outfit. Oké, ik ben net klaar met de behandeling. Dit was mijn stoeltje. En ik laat mijn oksels, mijn benen en mijn bikinilijn laseren. Bij Silk in Amsterdam. Dat zit op de Rijnstraat. En ik heb nu 7 behandelingen gehad voor mijn benen en mijn oksels. En pas 2 voor mijn bikinilijn. Dus voor mijn benen en mijn oksels moet ik waarschijnlijk nog 1 of 2 keer terugkomen. En mijn bikinilijn nog, nog 5, 6. En dan ben ik volledig haarvrij. Pijnloos. Oh, heerlijk. Want als Italiaanse vrouw, half Italiaanse vrouw, heb je gewoon echt veel haargroei. En ik was het gewoon zat om elke dag te scheren. Dus dit is echt een top uitvinding. En ik vind Silk heel fijn. En ik ben helemaal happy. En ik laat het doen bij jullie. Dus dat is ook een lieve schat. Goed gevoel. Want je ligt toch open en bloot. Dus daar moet je je wel goed bij voelen. Dus nee, ik ben echt heel erg blij. Oké, behandeling zit erop. 2 uurtjes ongeveer ben ik bezig geweest met alles. In totaal, en nu ga ik als een gek naar huis. No more invasion. Af en toe een snelletje. Dat is een bad temptation. Shit. Oh mijn god. Heb je mijn oudste? Nee, schat. Waar ga jij? Ik blijf hier, ik moet de zenuw doen.
top. Dus die oude sleutel hebben we niet nodig. Mijn oude sleutel? Mijn oude sleutel. Nee, geef maar. Ik ga nu nog auto weg. Jawel, ik ga sporten zo. Doei. Wat doe je? Ik heb nieuwe posters besteld. Allemaal leuke kinderposters. En ik ga het kamertje waar Raya's en Bowie altijd slapen, ga ik oppimpen. Dus daar ga ik nu eventjes mee verder. Maar het is een heel werkje, want ik heb echt heel veel posters besteld. Maar, Fredje, ik kijk je nu heel lief aan. Jij gaat mij hopelijk straks willen helpen. Oppassen. Dat ik het niet schots en scheef van. Natuurlijk, schatje. Hier is Bowie de bedje. Dus, ik kom gulp open. Hi. Hoe voelde jij dat? Ik weet niet. Ik voelde ineens iets snijden. Toen dacht ik, oh, dat is. Wat grappig. Hi. Dit is Bowie haar hoekje en haar bedje. Toen dacht ik, ja, hoe leuk is het om dan voor Bowie haar muurtje echt een. Ja, zeg te leuk. Een meisje muurtje te maken. Olifantjes, ballonnetjes. Shine little star. En love you to the moon and back. En sweet dreams, little one. Ja, misschien had het wel iets lager gekund, maar nu is het wel weer met gelijke hoogte. Ja. Met gelijke hoogte als deze twee. Ja, klopt. Die heb ik namelijk vorig jaar opgehangen. Ik zal jullie even de bovenkant laten zien. Dus dan loopt het wel soort van mooi door. Nou, ik haal jullie er even af op het, vanaf het statief. Dit is dus onze huisfred. En die zo lief is om mij te helpen. Dit is dan Bowie de wandje. En hier slaapt Raya's altijd. En dan gaan we deze muur ook helemaal pimpen. Oké, let's go. Let's go. En dan hebben we Raya's kant. En dan hebben we hier een mooie commodekast die we hebben gebouwd. Dat was al 2 weken terug inmiddels. Love it. Echt ook heel leuk om te doen. Ik denk dat ze het zo leuk gaan vinden. Yes, yes. Sportkleding aan. Hoi, hoi, hoi. En we gaan even lekker sporten. Ik ben heel blij met de schilderijtjes. Ik denk dat Bowie en Raya's echt heel blij gaan zijn. We hebben net ook hele mooie foto's gemaakt. En ja, echt, het ziet er meteen zo leuk uit als je je kamertje hebt opgepimpt. Voor eerst volgende kamer is de kamer waar Fred altijd ligt. Hé Fred, al die witte muurtjes bij jou? Pimpen. Gaan we ook even pimpen. Ah, water. I love water. Heeft tussen jou en mij 2 liter water per dag drinken. Goed voor je huid. Goed voor je health. Goed voor alles. Hoi. Hey. Dit is een beetje mijn nieuwe look. Wat vinden jullie ervan? Oké, don't mind the mess. Oh my god. Jullie zullen wel denken, wat ben je een sloddervos. Maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Dit zijn allemaal dozen, IKEA dozen van de kassen die we in elkaar hebben gezet thuis. En het is gewoon allemaal oud papier. En de oud papierbak is niet bij ons om de hoek. Dus dan moet ik echt met de auto naartoe rijden. En ik vind het gewoon een beetje onnodig om voor 1 kartonnen doosje die kant op te rijden. Dus wij gebruiken mijn auto eigenlijk altijd als opslag. Mijn auto is eigenlijk een beetje een soort van garage of opbergruimte, zo kan je het zien. Maar ik ben nog steeds super blij met mijn auto, want hij is wel in staat om dit soort dingen te kunnen doen. Jee, ik ga nu even naar het World Fashion Center. Ik moet een paar outfitjes regelen, want ik heb morgen opnames voor L'Oréal. Super vet. En dan gaan we zo meteen weer naar huis en dan gaan we weer verder aan de slag. Ik heb gerend, jongen. Helemaal nat geregend. Het regent keihard buiten. En ik stond best wel ver geparkeerd. Dus ik ben door de regen gaan rennen en... Ja, je ziet het niet op beeld, maar... Ik ben zeiknat. Spulletjes opgehaald. Ik heb allerlei leuke outfitjes van Given voor morgen. Voor de shoot met L'Oréal. En morgen ga ik daar de hele dag voor draaien. En ik ga uiteraard een beetje filmen. Dus dat zullen jullie allemaal morgen zien wat ik allemaal mee heb genomen. Een hele leuke meeting ook gehad. En dit heeft ook te maken met fashion. En dat... God, ik ben zo buiten adem, man. Oké, ik ga snel naar huis, want ik moet echt heel nodig naar het toilet. Ik ben weer thuis. Ik heb mijn haar een beetje geborsteld. En gek genoeg zit het nog best wel goed. Hey, ik kom thuis en ik heb echt een fantastisch pakket binnengekregen. En hij staat daar op tafel. Ik heb hem natuurlijk al opengemaakt.
Maar, oh kijk, biepje. Hallo meisje. Oh. Maar dit pakket heb ik binnengekregen en die ga ik even unboxen. Want speciaal vandaag, omdat het 8 maart is, dus dat betekent Nationale Vrouwendag, heb ik een hele gave winactie voor jullie. Even snel tussendoor een shot van de hond. Zo lief. En even een shot van mijn meisje. Hey Poppy. Oké. Nou, dan gaan we beginnen. Dan ga ik jullie even laten zien wat er in de doos zit. En wat voor gave winactie ik voor jullie heb. Hij is echt zo goed gevuld. Dit zijn namelijk de nieuwste theesoorten van Tasty. Ik heb hier de Detox Morning. De Bay Sweet smaak. De Detox Evening. De Bloody Hell. Pina Colada. Mojito. Picture Perfect. De Make Your Bedrock. 2 Tasty theebekers. En... er zat in 2 flesjes Tasty Water. Deze hele set is dus een winactie. En die ga ik dus cadeau geven aan 1 van jullie. Speciaal vandaag, omdat het Vrouwendag is. Eigenlijk heel simpel als je mee wilt spelen. Ik had ook al een post gedaan op Instagram. Maar ik zou het ook leuk vinden als jullie hieronder in de comment plaatsen waarom jij dit pakket zou willen winnen. Ik ga alle reacties lezen, zowel op YouTube als op Instagram. En ik ga er zelf 1 iemand van uitkiezen. En die ga ik persoonlijk dit pakket toesturen. En dan krijg je dan ook nog een briefje bij. Dus ik ga ook een brief voor je schrijven. En dan ga ik het nu heel even hebben over de cocktailsmaken. Mojito en de Pina Colada. Ik weet niet of jullie bekend zijn met deze cocktails. Maar het zijn echt allebei zijn het mijn favoriete cocktails. En dan de Pina Colada staat bij mij dan wel echt op nummer 1. En daarna komt de Mojito. Maar het is zo lekker, die cocktail. En dan heb je dat nu gewoon in een theevorm. Dus dan heb je wel dat cocktail, dat zomerse smaakje in je thee. I love it. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik zet sowieso even een linkje in de beschrijving. Daar kun je dan op klikken. En dan zie je alle nieuwste cocktailtheetjes. Dus ja, mocht je niet winnen. Want ja, ik mag maar 1 iemand heel blij maken. Dan kun je natuurlijk altijd de Tasty Thees aanschaffen. En dan kun je het in de kast neerzetten. Als je net als ik van thee drinken houdt. Dus ja, hartstikke leuk. Link staat in de bio voor de theesoorten. En als je meespeelt, dan lees ik jouw comments heel graag terug in de comments. En dan gaan we nu even heel snel wat eten. Because I'm hungry. En dan gaan we nog even verder met werken. Yes, yes. Pina colada. Oep, oep. Oh my god, ik wou dat jullie dit konden ruiken. Is het zo lekker? Goedemorgen. Het is... 7. Oké, yes. De basis is gedaan. Maar ga ik zo nog een beetje uitkammen. Mascara ga ik op de set doen. En daar is mijn hondje. Tussen alle troep komt hij even langs. Hi schat. Kom je even hallo zeggen? Ga je op tapijtje liggen? Oké, het is nu 7:30. Ik ga nu die kant op. Vandaag dragen we Chloe. De Nomad. Vet lekker geurtje. En ik heb mijn L'Oreal spijkerjasje aan. Worth it. Yes. Ik ben op de set nu. Ik ben net gezenderd. Oh, lukt het? Ja, oké. Zo, dit is het lookje. Ik heb een prachtig pakje aan van Given. Zacht roze. Nee, helemaal goed. Ik word gewoon gestuurd. Kantbloesje. Zacht roze broek. En heel schoentjes. Oké. Hallo! Hallo! We zijn op de Dam. En hier gaan we beginnen. Hallo! Dit is de cameraman. Geluidsman. En nog een cameraman. Hallo! Meet my girl squad! Yay! Oké, nou, het eerste moment hebben we gefilmd. Ja. En we zijn op een beauty mission vandaag. En we gaan nu... wat gaan we doen? Ja, vertel jij het eens even. Ja, ik hoor iets over hoogte, maar dit bevalt me helemaal niks. Dus ik hoop dat het nog een ander kan. We got you. Komt goed. We got you, ja. Oké, op naar de volgende locatie. Yes. Yes. Water. Favorite. Oké, we zijn aangekomen bij de volgende locatie. En wij gaan nu mermaiden.
En Asje is niet blij, want die houdt niet van water. Ik hou echt niet van water. Nee, maar Yara is heel blij, want die houdt wel van water. Ja, ik doe het maar met dat. Ja, we gaan vandaag Ariel nadoen. Oh, ik ga langs de kant, ja. Ik ga langs de kant. Ja, heel smooth. Ik wilde altijd al in mijn leven Ariel zijn. Kijk hoe leuk. Dit zijn de vinnen. Hoe veel te leuk is dit dat wij dit gaan doen? Kijk, dit zijn onze tops. Oh, zo mooi. Echt leuk. Goed, ik heb mijn zeemerminnen schelpen BH aan. Ik heb mijn vinnen al aan. Zometeen mijn grote vin. En dan ga ik het water in. En zo ziet het zwembad eruit. En daar liggen de vinnen al klaar. Oeh, ik vind het echt heel erg leuk. Want het is heel raar dat je niet kan staan. Ik weet niet hoe het eruit. Jij wel? Ja. Ja? Nee, daar is het. Wat is er alles goed om? Zijn de opnames klaar en ben ik met mijn Fretje onder de plu. En daar loopt hij hoor. Gaat u weer. Oh, met mijn baby. Met zijn zware schoenen. De opnames zitten erop. Ik ben dus nu door het zeemermin zwemmen helemaal echt verlept.nl. Maar we gaan eerst even lekker een hap eten. Een hapje eten. En dan hoop ik dat mijn lieve Fred... Nee. Dit natte haar klaar. Nog kan fixen. Het is weekend. Ik zat te denken aan een vlecht of zo. Tuurlijk schatje, we gaan er gewoon wat aan doen. Het is echt wel heel goed. Het En de mascara zit nog steeds. Ja? Jawel hoor ja. Dit is allemaal vegan. Het ziet er niet zo uit. Nee. We zitten nu bij de Loving Hut. Zo heet dat. Ja. En dat is allemaal vegan voedsel. Dankjewel. Ach, dit zijn onze vorige gerechtjes vandaag. Thaise curry. Volledig vegan. Rijn eet een nasi met saté kip. Maar het is geen kip. Vegan. Lekker. En ik drink dit. Bionade. Vlierbes. Super lekker. Eet smakelijk. Het gaat letterlijk zien. Hij is geparkeerd, want hij belde me vandaag toen ik op de set was. Dus ik nam hem uit. Hoi. Hoi. In plaats van... Hallo, Jojo. Hoi, er zitten allemaal mensen bij. Het is schaamde voor mij. Ik schaamde me niet. Ik was gewoon bang. Ik zat aan tafel met heel veel mensen. Ik zei gewoon, hoi, ik denk, er is wat gebeurd. Je wil me wat vertellen. Ja, die is echt slecht. Wat een kutsmoes. Ik heb het niet tegen die man. Gaan wij doen vandaag? It's Friday night. Ja. En wij zijn opa en oma. En jij ook, want jij bent ons kind, je bent ook zwaar opa. Peto. Dus Raya zegt ineens: het is vrijdagavond. We hebben een vrij weekend. We gaan party. Hey. Maar ik ben al moe. Ik ben zo moe. Ik was zo lang aan het rijden. We kunnen nu al niet meer. Ik rijd niet meer. Ik wil nog even vertellen: deze jongens, 400 kilo per seconde. Serieus? Is het echt zwaar? Dat is zwaar. Waarom wil iedereen ze dan? Ja, dat is fashion. That is what you are. Dat is fashion. Ja, maar weet ik, maar die link, dat is toch leuk? Oh, is dat leuk? Dat is leuk. That is what you are. Jij gaat jezelf terugkijken en echt denken, waarom doe ik dit? En ik zet het allemaal in de vlog. Allemaal in de vlog. Dan gaat hij weer boos op me worden. Ik zet het allemaal in de vlog. Saturday, baby is vrij. Wat heb je gemaakt, schat? Vegan vleesstukjes, grillstukjes. Vegan grillstukjes met champignons en paprika. Oh my god, lekker! Mariam is vanochtend langsgekomen en die heeft mij de Beauty Evoke box gebracht. En eigenlijk kennen jullie deze box wel, want dit heb ik vaker aan jullie laten zien. Eigenlijk iedere keer wel als ik hem heb gekregen van haar. Het is een vriendinnetje van mij en ik support haar gewoon in deze. Want het is zo'n gaaf concept. Het is namelijk de perfecte cadeautip voor iedereen. Let op, die hele box is gevuld met beautyproducten. En er zit een totaalwaarde in van €253,18. En jij kunt hem aanschaffen voor €64,95.
Nou, dat is natuurlijk echt een koopje. En ik zou zeggen, wees er wel snel bij. Wil jij dit gaan aanschaffen voor jezelf of voor iemand? Want ze gaan heel hard. Je krijgt er altijd een checklist bij. Daar staan dan alle producten op en de prijzen. En het is de spring editie. Nou ja, de lente komt eraan. Dus kom maar door met al die lentespulletjes. Ik laat alle producten zien die erin zitten. Want aan de hand daarvan kun jij natuurlijk bepalen of je hem zelf zou willen. En laten we beginnen met product nummer 1. Van Bloom Air, de Coconut Whitening Health Mouth. Oh, dit is clean feeling. Ah, dit is coconut voor je gebit. Als je dit dus op je tanden aanbrengt, geloof ik, of daarmee je mond spoelt, krijg je hele mooie witte tanden. Dan heb ik van Bondi Sands de Australian Tan. Dit is een self-tanning mousse. Die zit erin. En ik heb gelezen dat deze tanning foam een award-winning tanning foam is. Van Olaz, de 7-in-1 factor 15. Een anti-eta. Een mooie dagcreme. Er zit van Term een Cleopatra Secret Shower Scrub in. En ik ken deze. Deze ruik ik altijd zo lekker. Ah, lekker. Ik ga hier zo mee douchen vanavond. En scrub is natuurlijk altijd goed voor je dode huidcellen. En er zit honey extracten in, aloe vera en arganolie. De Cocos Boost van André Lon. De shampoo en de conditioner. Van W7, een eye color palette. Ah, oh, hele mooie kleurtjes. Zo ziet de voorkant eruit. En dit is de binnenkant. Hele mooie aardetinten. Oh, we hebben ook dan de kokosolie, het masker. Die hoort er ook nog bij. Ik heb hier van Mercy Handy Lollipop een cleansing gel voor je handen. Van Trint mooie nagellak, een beetje zacht roze. We hebben hier van Bloom Air, oh, de Bamboo Toothbrush. Dus dat is een houten tandenborstel van bamboe. Van Maybelline hebben we hier de Master Chrome Metallic Highlighter. En aangezien ik nu toch helemaal make-uploos ben, gaan we hem even swatchen. Oeh, die heeft een mooie glow. Zien jullie dat? Dus dat is de Metallic Highlighter Poeder van Maybelline. We hebben hier een handcreme van Chapter. Oh, deze komt goed van pas. Die gaan we meteen even gebruiken. Dit is een borstel van Wet Brush Pro. Ik heb mijn haar gewassen. En eigenlijk heb ik er niet zoveel mee gedaan vandaag. Zo. Nou, dit moeten jullie echt even zien. Dit is niet normaal, man. Dit is een hond, dames en heren. Jeetje. Nou, die borstel die gaat lekker. Die voelt ook heerlijk. Dus daar ben ik altijd wel blij mee, met een goede borstel. Dan hebben we hier van Vichy de Mineral 89. Die ken ik heel erg goed. Ik heb hem al 2 keer gehad en ik heb hem al 2 keer opgemaakt. Er zit een plumping booster in. Dit is voor dagelijks gebruik. Als je deze aanbrengt, wordt jouw huid een beetje geplumpt. Dus die wordt een beetje gevuld voor je gevoel. Wat strakker, waardoor je er jonger uitziet. Dus dit is altijd wel een hele goede aanrader voor als je iets ouder wordt alweer, net als ik. Dan heb ik hier een kettingje van BVB. En volgens mij zit daar een heel mooi muntje aan. Het is een gouden ketting. Oh, het is zo'n dubbele ketting. Oh ja, dat is mooi. Dan lijkt het alsof je meerdere kettingjes draagt, maar je hebt eigenlijk 1 ketting om. Zo, en zo is die uit. En dat zijn dan 3 laagjes. Dus dan lijkt het alsof je 3 kettingen draagt, maar je hebt eigenlijk 1 ketting om. Dan heb ik hier ook van W7 Lift & Sculpt een Shaping Contour Palet. En dan is dit de binnenkant. Daar kan je lekker mee contouren. We hebben hier van Chapter de Body Spray Refreshing. Het zijn altijd van die heerlijke, heerlijke hebben dingetjes. Nogmaals, een nagellakje, maar een ander kleurtje van Trint. En dan hebben we de Shimmer Oil van Term. Die gaan we ook even ruiken. Want die Term producten die ruiken altijd zo lekker. Lekker man. Shimmer oil. Dus eigenlijk als je dit opsmeert, ga je echt helemaal een soort van glanzen. En dan als laatste dit zakje van Maybelline. En
daar zit in. Een hele mooie lipstick. Ik zie het nu al. Dit is een nude kleurtje. En die gaan we lekker even swatchen naast de highlighter. Kijk hoe mooi die nog is. Oh, mooi. Weet je wat? Ik ga deze even lekker op mijn lippen doen. Gebruik ik jullie als spiegel. Ah, hij is best donker. Nou, mooi. Die zit er ook in. Dat was hem. Ik zet het linkje even in de beschrijving. En laat me vooral even weten als jij als je hem aanschaft. En ik ga de Mineral 89 ga ik weggeven aan een van jullie. Want ja, deze heb ik volgens mij nog. En ik vind het een heel mooi product. Alleen ja, ik heb hem nog. Dus ik kan er net zo goed één iemand van jullie heel erg blij mee maken. Dus laat me vooral ook even in de comments weten als jij deze zou willen winnen van mij. En dan, ja, dan kies ik één iemand uit en dan stuur ik jou deze toe. Wij gaan ons zelf laten verwennen. We gaan nu naar een massage salon. Wow, dat is vet. Even serieus, ik kijk er echt naar uit hoor. Hij lijkt echt op een kameel, man. Ik ga helemaal stuk om hem. Hij doet het natuurlijk voor de grap. Maar ze lopen echt heel zwaar, die schoenen. We zitten bij een massagesalonnetje bij de Nieuwe Markt in Amsterdam. Daar zijn we eigenlijk met kerst beland. Alles was dicht op eerste kerstdag. En dit massagesalonnetje was open. En we hadden zoveel zin erin, want we deden helemaal niks op eerste kerstdag. En toen kwamen we hier. Het was het super. Goed. En, ben je herboren? Dat is goed. Goeie massage. Ja. Ik ga nu een koud pad thai eten. Vegetarisch bij de Tsong Kwai Thai restaurant. Ik ben lekker thuis, jongens. Jezus, Roks. Ik weet het. Ik weet het. Altijd dat geklef en gelebber van je. I know you love me. Ik zie jullie morgen, zondag. Ik ga nog even kroelen. Ik ga lekker een filmpje kijken en naar bed. Ik heb een hond die slaapt uit. Het is vandaag zondag. Het is al 12 uur en hij ligt nog KO. Pas er niet op. Nee, je bent voor een wat? Zo. We hebben zo'n lekkere bank. En jij moet op die stoel zitten. Kort op, Berghuis. Ryan heeft me wel iets geleerd. In onze relatie. Heeft Ryan me geleerd. Dat je ook echt een dag. Zeg maar gewoon. In dit geval het weekend moet uittrekken voor. Om je rust te pakken. En dat deed ik nooit. Dus we hebben echt vandaag een zondag even helemaal niks. Laat maar even in de comments weten of jullie dat ook doen. Echt het weekend of in ieder geval enige week uittrekken. Laat maar in de comments weten dat jullie ook een chick hebben die altijd zit te oude hoeren wanneer je voetbal kijkt. Time to go to sleep. Ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen en naar bed toe. Dus dan was dit weer het einde van de weekvlog. Hey. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vandaag niet spannende dingen gedaan, dus ook geen spannende content voor jullie, maar wel een echte zondag waar ik echt van heb genoten. Oeh, nee, die mag ik nog niet laten zien. Daar moeten we een aparte video voor opnemen. Ja, laat een comment achter. Ik lees ze graag terug. Wij gaan naar bedje toe. Doei! We'll be right back.